Het is druk in Hendrik Ido Ambacht. Veel mensen afgekomen op die topper in de hoofdklasse B. Ja, de vragen vooraf. Wordt de competitie weer spannend? Houdt Katwijk de ongeslagen status? En wordt dit een topper waar iedereen op hoopt? Donny van Ooyen in ieder geval met de eerste aanvallende impulsen voor de Katwijkers. Aan de andere kant de redding van Koroglu. En de inzet van Andro Franca. Het tempo is niet al te hoog. En de wedstrijd is nog niet de topper waarvan men hoopte dat hij zou worden. Dit is een aardig paasje en een prima schot. Serginho van Akseldongen en de 1-0. En dat is toch wel verrassend. Een gat van je welste in de verdediging bij Katwijk. Waar ze elkaar staan aan te kijken van ja, voor wie was die van Akseldongen nou eigenlijk? Het is 1-0. En Katwijk heeft dat nog niet helemaal. Nu dan misschien Guit. De beweging is goed, het schot is prima. Alleen net niet goed genoeg. Ja, dat zou lekker zijn. Meteen na die openingstreffer de gelijkmaker. Het is Katwijk niet gegund. De aanvallen van AZA, ze zijn spaarzaam, maar wel goed. En doeltreffend dus. Van den Bos. De topscorer van AZA. Hij maakt er 2-0 van. Op slag van rust. Een domper van je welste. Ja, het publiek van AZA die is tevreden. Katwijk zal het anders moeten doen. Meer de wil tonen om te winnen. Mengerink. Zomaar in de korte hoek. Aan het begin van de tweede helft. Hij is in de eerste helft eigenlijk niet in het verhaal voorgekomen. En als hij dan de bal krijgt, dan raakt hij hem lekker. Marciano Mengerink met de aansluitingstreffer. 2-1. En dan wordt het weer een wedstrijd. Daar is hij weer, Mengerink. Goed weggedraaid. Net het voetje ertussen. Waardoor het een hoekschop wordt voor Katwijk. Katwijk straalt meer uit dan in de eerste helft. Veller op de bal. Alleen het geluk ontbreekt. Weer een voetje ertussen van een AZA-verdediger. Vrije trap. Michiel van Dam. Kan geen richting geven. Ja, die aanvoerder die loopt niet echt lekker. Van Dam geeft aan dat hij niet lang meer kan spelen. Maar hij zal nog even op moeten letten. Hier is Van den Bos. Ja, scoren uit zo'n hoek is heel erg lastig. De aanname was mooi. En Van Dommelen zegt, joh, volgende keer even afleggen. Dan had er misschien meer in gezeten. Het blijft 2-1. Katwijk op jacht. Ze voelen dat er meer te halen is. Jonge Nelen. Eén man voorbij. Prachtig steekpaasje. Van Ooyen, wat doe je dat mooi. En de gelijkmaker. 2-2. En wat weten die twee elkaar mooi te vinden. Jonge Nelen en Van Ooyen. Dit paasje is heerlijk. En wat Van Ooyen doet is knap en koeltjes en doeltreffend. 2-2. 27e minuut. Ja, de gezichten lachen weer. Maar Katwijk voelt ook dat er meer te halen is. Ze komen hier niet voor een gelijkspelletje. Stam kan er net niet bij. De kopstoot was van Mengerink, bal net voorlangs. De tijd begint te dringen. We zitten in de extra tijd inmiddels. 47e minuut. Vrije trap, Suzanne Mengerink, ja! Daar is hij weer. Het is een fenomeen. Hij maakt al die belangrijke 2-1. En maakt hier de winnende, dat kunnen we toch wel zeggen. Marciano Mengerink loopt tegen die bal aan, niet te missen. 3-2 voor Katwijk. Ja, en als je kampioen wil worden, moet je ook slechte wedstrijden winnen. En dat doen ze hier. Kan AZA nog wat? Hebben ze nog een verrassing in petto? Het is nog even alle hens aan dek. Kevin Sterling denkt, nou, ga daar maar liggen. Het is buiten de lijnen, dus het mag. Koroglu praat nog wat met de supporters van AZA.
En daar vliegt een flesje door de lucht. Ja, Koroglu heeft gelijk, zegt tegen scheidsrechter Kooi. Dit kan zo niet. Flesjes horen niet thuis op het veld. Wat gaat de scheidsrechter doen? Ja, zo kan je het ook oplossen. Dopje eraf. Slokje drinken. En rustig verder spelen. ASWH, kunnen ze nog. De bal moet naar voren. Daar is het te halen. Het hoeft niet meer, het kan niet meer, het heeft geen zin meer. Katwijk gaat deze wedstrijd winnen. Knap teruggekomen van een 2-0 achterstand. 3-2 winst, maar zo zag het er lang niet naar uit. Nou, de kopjes die hingen aardig, moet ik zeggen. De trainer zei ook van, ja jongens, hebben we nog het gevoel dat we het kunnen doen? En toen was het eigenlijk vrij stil. Het was eigenlijk alleen Atam die op een gegeven moment het voortouw nam en zei van, jongens, kom op. Het is niet de eerste keer dat wij achterstaan. En ook niet de eerste keer dat we het ombuigen. Dus het geloof kwam, ik denk toch dat het voordeel was dat we snel die 2-1 maakten. Dat was volgens mij de eerste bal die hij raakte in de hele wedstrijd. Ja, zeker. Ja. Wanneer is de bus geboekt? De bus? Ja, voor de rondrit door Katwijk. Ja, er is helemaal geen bus geboekt. Die gaat voorlopig nog niet geboekt worden. Maar je kan er niet omheen. Jullie zijn zeker na vandaag weer nog meer titelkandidaat nummer 1. Nee, goed, titelkandidaat, ja, dat was maar goed. Dat is vooraf met een aantal clubs wordt dat zo naar buiten gebracht. En dat is prima hoor. Maar we wisten vanaf het begin wat onze taak was hier bij deze club. En daar zijn we hard mee bezig en dat gaat de goede kant op. Als we zo doorgaan, dan horen we inderdaad wel kampioen. Ja, als we blijven winnen en blijven scoren en blijven wedstrijden blijven winnen, dan gaat het goed komen, denk ik.